uitgerekend mijn hond loopt niet achter het balletje aan. Die denkt van ja, haal hem zelf die bal. Wethouder Ruud Bouter en initiatiefnemer Paul Mooijman namen donderdagmiddag het hondenspeelveld in Zoeterwoude officieel in gebruik. Beiden hadden voor de gelegenheid hun hond meegenomen. Met het gooien van de eerste tennisballen werd het speelveld geopend. Nou, trots. Ja, heel erg. Ik heb er... twee jaar geleden heb ik dus bij de gemeente een idee geopperd. Ook naar aanleiding van een hoop reacties van mensen die met honden liepen. En ook het feit dat hier natuurlijk geen honden los mochten lopen. En het feit dat de burgemeester in het plaatselijk blad zei dat er dus veel klachten waren dat honden op gebieden losliepen die meer voor kinderen bedoeld waren. Dus heb ik gezegd van nou, ik weet een oplossing. En daar is goed naar geluisterd. En ik ben de gemeente ook ontzettend dankbaar dat ze dus een burgerinitiatief, wat ik dus gewoon deed, dat ze dat hebben gehonoreerd. En ja, daar ben ik best wel trots op. Maar ik wil er wel bij benadrukken dat het niet voor mij alleen is. Ik vind het voor de gemeente Zoeterwoude, vind ik het net zo als een voetbalvereniging of een tennisvereniging, vind ik het ook fijn dat ik als voorzitter van de hondenvereniging ook kan zeggen, blij dat we dit hebben kunnen realiseren. Ja, dat vinden we heel erg mooi. Hè? Burgerinitiatieven koesteren we. We kunnen niet altijd alle burgerinitiatieven uitvoeren. Maar bij deze is het echt heel goed gelukt. Het had te maken met de financiering. We hebben geen hondenbelasting, dus we hebben geen potje waaruit we kunnen financieren. Dus de raad heeft geld toegewezen. Ja, aan de andere kant was natuurlijk wel het zoeken naar een hele geschikte locatie. Nou, ik denk dat we hier op een hele mooie geschikte locatie staan. De boomgaard van naast het molenpad. De manege aan de overkant was in eerste instantie niet zo enthousiast over de plannen. Ja, natuurlijk, ze waren bang. Kijk, hier lopen vaak paarden. Hè? Een soort paardenpad langs het molenpad. Dus op korte afstand. En men was bang dat de blaffende honden paarden schrik aan kunnen jagen. Nou, daar zijn goede afspraken over gemaakt. We hebben ook een beetje rekening mee gehouden met de ingang van het hondenspeelveldje. Zodanig dat die wat van de weg af is. En dat de paarden daar niet zoveel last van zullen hebben. Maar het is... De afspraak is ook dat de paardenvereniging en de hondenvereniging, althans vertegenwoordigers daarvan, regelmatig met elkaar praten om te evalueren hoe gaat het, wat kan beter en waar kunnen we nog eventueel maatregelen nemen.